Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 11 maart. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben al eventjes een tijdje geleden klaargemaakt, want ik ben al de deur uit geweest. Ik had al een afspraak. Kom huis. Ik zie je oog. Kom hier, dat moet eruit. Kom, heb eens. En ik heb net eventjes een broodje gegeten van de Lidl. En nu zit ik eventjes op de bank om de vlog dus te openen. Vandaag is de woonkamer aan de beurt en daar ga ik gewoon verder met editen, want ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ben nu 's avonds al heel veel video's aan het converteren, want ik had natuurlijk een tijdje geleden verteld dat mijn harde schijf best wel vol zat, mijn externe harde schijf. En nu zet ik alles om naar mp4 bestanden. Kost wel even wat tijd, maar dan heb ik weer veel meer ruimte. Ik zal jullie in ieder geval eventjes de boodschapjes laten zien zometeen. Gisteravond heb ik gekeken naar dat stuk met Frans Bauer. Het was wel een heel mooi programma hoor. En dit keer ging niet mee. Ik vond het wel heel heftig. Hij ging mee met de traumahelikopter. En eerst waren ze bij een babytje. En die had het gelukkig gewoon allemaal gered. Toen was het eigenlijk allemaal goed. En daarna moesten ze naar een steekpartij. Die persoon die was dus overleden. Dat vond ik best wel heftig dat ze dat mochten laten zien. Maar de familie wilde dat ook gewoon heel graag om meer aandacht te vragen voor dus steekpartijen. Omdat het best wel vaak voorkomt. Maar dat vond ik wel even heel heftig. En bij een man die deed... Die hielp vluchtelingen met dingen regelen, zoals een huisarts en dat ze Nederlandse lessen kunnen volgen. Ik heb ook een vieze bril, dat merkte ik al toen ik in de auto zat en ik had hem al schoongemaakt. Ik ga hem zo nog even schoonmaken. En een vluchteling wilde hem dus ook bedanken, die nu 4 jaar in Nederland was. Die wilde hem heel graag bedanken voor wat hij allemaal doet en laten zien dat het werk heel belangrijk is wat hij doet. Ja, daarna heb ik nog even Paleis voor een prikkie aangezet. Maar ja, ik kende de aflevering al wel. Maar er was verder eigenlijk ook niet zo heel veel. Ik heb daarna Knie gekeken. Sue is nu ontslagen. En het is allemaal best wel heftig. Zij had namelijk een hele garage vol met allemaal foto's van mensen die ze dus eigenlijk niet mocht. En die ze wilde kapotmaken. En dan had ze dus ook allemaal punaises in die foto's gestoken. Dus in een oog of in een neus. Muis en Mickey, willen jullie ophouden? En dat was dus nu ontdekt. En daardoor werd ze dus ontslagen. En nu is ze ineens coach van een rivaal van de Klee Club. En ik heb Rex gekeken. Dus dat was mijn avond. Ik heb de foto's even bewerkt voor het artikel voor vandaag. Dus dat is allemaal goed gelukt. Ik ga even de boodschappen hierheen halen. Ik ga jullie dit keer gewoon op het statief zetten. Dus ik hoop dat het allemaal goed overkomt. Ik doe heel erg mijn best. Maar zoals jullie inmiddels weten is mijn schermpje van mijn camera dus dood. Dus dat werkt allemaal niet zo goed. Ik ga in ieder geval eventjes de boodschappen pakken. En dan zal ik het jullie even laten zien. Ik ben weer bij diverse winkels geweest. Allereerst was ik even bij Aldi. En daar heb ik deze ACE drink gehaald. Dus vitamine drank. Normaal kocht ik het altijd bij de Lidl vroeger. Maar tegenwoordig heb ik bij Lidl alleen nog maar flessen. Dat vind ik gewoon iets lastiger. Er zit ook weer statiegeld op. En ik dacht, toen zei mijn moeder laatste jaar, bij Aldi hebben ze het. En ik ben al een paar keer bij de Aldi geweest. En elke keer dacht ik er niet aan. En nu dacht ik eraan. Dus die heb ik even gehaald. Ik heb een grote schnitzel gehaald. Die komt trouwens gelijk achter op tafel. Want ik heb de koelkast in. Ik heb nog een steentje ondergoed gehaald. Die hadden ze weer. Ik vind die steentjes heel erg fijn. Dit keer heb ik een witte. En daar heb ik dan ook 2 passende broekjes bij. Dus die heb ik ook even gekocht. Die kunnen we even in de was. Bij de Boni heb ik alleen even Swarma gekocht. Was in de aanbieding. En dat vind ik altijd lekker op pizza. Ik ga nu deze week geen pizza maken. Zal ik zo even vertellen waarom niet. Maar ik heb in ieder geval even Swarma dat er vis erin kan. Dus dat. Ik ga nu geen pizza eten omdat ik dus als koelers nog een keer ga maken. En daar heb ik even vlees voor gekocht. Was nu in de aanbieding. Ik heb gelijk op de tafel. Er gaan ook de koelkast in. En er gaan ook champignons in. En als ik 2 dagen achter elkaar champignons ga eten, dan wordt het mij net iets te gortig. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb er even bakboter gehaald. Gaat er bij mij ook altijd best wel hard doorheen. Moet ik zeggen. Kattenvoer. Ja, ik wist dus niet of ik nog gaat staan. Dus ik heb het maar meegenomen. Dan heb ik gezeefde tomaten voor de koelers ook. Zakken met snijboontjes voor maandag. Die ik ook de koelkast in kan. Chocomel gehaald. Ook een standaard ding wat elke week terugkomt. Ik ben heel lui geweest, want ik heb gesnipperde uitjes gekocht. De
De vorige keer heb ik uitjes gesneden en dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik kan gewoon geen uien snijden. Mijn ogen gaan er zeer van doen. Ook als ik ze onder de kraan hou. Ja, volgens mij was schilderen nog niet eens heel erg veel. Volgens mij betaal je voor losse uien ook gauw 73 cent. Dit was 99 cent. Dus ik dacht, nou weet je, doe gewoon lekker makkelijk. Kan mij het schelen. Een paprika voor in de koelasje uiteraard. Bouillonblokjes en spul om het te binden had ik nog. Boontjes voor dinsdag. Weer even nieuwe keukenhandschoentjes. Ik had de mijne gisteren aangebroken. Dan neem ik weer een nieuw zakje mee. Zodat ik gewoon een voorraad heb mocht ze kapot gaan. Weer even slaafwinkel. Want ik had helemaal niks meer in de vriezer. Dus ja, ook wel handig. Ik heb eventjes aardappelschuifjes, twee zakjes gehaald. Die gaan bij mij ook hard doorheen. Dan heb ik viandellen voor vrijdag gehaald. Een zak patat. Heb ik. Nou, een andere zakje met aardappelschijfjes. En bij de plus had ik ook nog eventjes gezouten pinda's gehaald. En twee blikjes met Red Bull, die waren in de aanbieding. En ik merk nu trouwens dat ze bij Lidl ook steeds meerdere merken krijgen. Bij Lidl hebben ze nu ook standaard Red Bull. Die kost dan 1,32. En ik zag nu bijvoorbeeld ook echt scheerschuim van Gillette. Echte kauwgom hadden ze. Ze krijgen steeds meer merken. Dat vind ik best wel leuk. En helemaal omdat Aldi er al een tijdje op inspeelt met echte merken. Maar ik merk dus nu dat Lidl dat ook gaat doen. Bij Lidl heb ik weer eventjes diezelfde afwasmiddel gehaald. Ik vind het fijn om een voorraad te hebben van afwasmiddel. Omdat het bij mij best wel hard doorheen gaat. En deze vind ik gewoon heel lekker. Dus ik heb weer die Hot 50's. Die met peppermint. En die roze. Ik weet niet hoe die heet. De Sweet 60's. Dus die heb ik ook weer eventjes meegenomen. Ik dacht, ja, weet je, het gaat niet overstuur. Dus al heb je daar een voorraadje voor, geen probleem. Ik heb even twee flessen cola gehaald. Ik heb ook een fles 7-Up gehaald. Want ik had heel leuk die trojka gehaald. Maar ik kwam erachter, ik heb helemaal geen 7-Up. Dus ja, als ik dat wil drinken, dan kan het niet zonder 7-Up. Met iets anders mixen lijkt mij niet zo lekker. En ik heb nog eventjes een dingetje met champignons die een beetje verplet zijn. Maar die ga ik morgen weer eten. Dus dat maakt niet uit. In de koelas. En het laatste wat ik heb, dat is nog eventjes een dingetje met vochtig toiletpapier. Dit waren alle boodschappen. Ik heb nu boodschappen gedaan tot volgende week woensdag. Want ik ga nu pas volgende week donderdag weer. Omdat het zo even uitkomt. Omdat ik dan ook een afspraak heb. Ik ga dit even opruimen. En dan ga ik de spullen pakken voor de schoonmaak. En dan ga ik hier erbij zetten. Oh ja, trouwens, ik had mijn stopzuiger opgehaald. Die kan ik zo nog wel eventjes even openmaken. Om te kijken wat er nou mee gebeurd is. Ik ga eerst even deze zak verder opmaken. Met die zak die nu ineens stofzuiger zit. Ik vind het zonde om een halve zak weg te gooien. Dan kan ik mijn eigen stofzuiger weer gebruiken. Want die is dus terug. Maar dat zal ik zo nog even laten zien als ik de boodschap heb opgeruimd. Nou, hier is hij alweer. De stofzuiger. Ik heb hem even opgesneden. Oh, kijk. Ja. Hij is alleen niet compleet. Oh jawel, de bak zit hier. Die moet ik denk ik zelf even opklikken. Weer zo. Zou het nog gereinigd hebben? Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, dat moet ik zelf weer. De info. Oh god, ik zit volgens mij helemaal niet goed te filmen nu. Ik weet helemaal niet of dit nog zo gaat werken, maar ik ben wel heel benieuwd. Maar ja, zoals ik al zei, ik ga nu eerst even die andere gebruiken. Maar hij is in ieder geval weer terug. En ik ga hem even boven neerzetten. Lijkt me voor nu wel even handig. Ik heb hem er ook bij. Nee, hij is niet compleet volgens mij. Nee, ik moet ze mailen, want de borstel ontbreekt. Die zit er niet meer bij. Als ik het zo goed zie. Nee, ze hebben de borstel er niet meer bij gedaan. Die zat er wel in. Nee, ik ga ze eventjes bellen. Want de borstel zit er dus niet bij. Dat ga ik eerst maar even doen. Oh, ik heb even contact opgenomen met Coolblue en ze gaan dat nu doorsturen naar de reparateur. Dat die dus incompleet is teruggekomen en dan krijg ik daar nog weer een respons op.
Het kan soms gebeuren, zei de jongen, dat dingen incompleet worden teruggestuurd. Dus het is nu even afwachten, maar hij komt sowieso nog mijn kant op. Dus nu is het maar goed dat ik die andere stofzuiger nog heb. Dan ga ik die gewoon gebruiken. Ik ga deze even naar zolder tillen en dan wacht hem gewoon even tot hij weer compleet is. Dus nou ja, misschien dat het deze week of volgende week wel geregeld is. Dat moet ik even kijken. Maar goed, dus dat ik hem toch even heb opengemaakt, want nu kon ik gelijk contact opnemen. Dus nu ga ik hem even naar Bro boven brengen en dan gaan we eerst maar eens even aan de schoonmaak. Want ja, ik heb alweer heel veel tijd lopen te verspillen nu met al deze dingen. Dus we gaan aan de gang. Zo, de woonkamer is klaar. Ik ga nu even onder de genot van deze koude Starbucks cappuccino mijn vlog verder editen. En dan hoop ik dat ik die ook afkrijg. Ik ga die er verder niet bij zetten. Maar het is in ieder geval hier wel weer lekker schoon. Ja, je hebt altijd wel je stofjes die je tegenkomt met twijfel dat het niet helemaal goed weggezogen wil worden. Maar ik ga het nu in ieder geval eventjes editen en dan zie ik jullie straks weer. Zo, even lekker in mijn hoekje, want het is weer zonnig. Dus, nou ja, goed. De vlog is in ieder geval af. Dat heb ik toch nog afgekregen. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik had het in eerste instantie niet direct verwacht, maar het is toch gelukt. Dus dat is heel fijn. Ging eigenlijk allemaal wel vlot. Hij is nu aan het renderen en dan straks 7-7. Dan kan hij vanavond geüpload worden. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga vanavond of straks lekker douchen en dan eten. Vanavond weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik kijk. Ik ga sowieso Steenrijkstraat Arm kijken. En ik ga nog even Heyday spelen, want ik ben helemaal into Heyday. Het gaat nog niet super goed. Mijn boot was weer weg in. Ja, allemaal drama. En ik ga nog even kijken wat ik moet doen. Ik moet sowieso nog een artikel schrijven. En ja, eventjes wat basic dingetjes doen. Nou, de video moet geüpload worden. Artikel moet geschreven worden. Thumbnail moet nog gemaakt worden. En dat is het voor nu. Misschien nog even bezig met wat muziek voor mijn iPod. Die wil ik een beetje vernieuwen qua muziek. Ja, vanavond heb ik gewoon weer Clearrex sowieso. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Verder niet bijzonder. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu even mijn laptop wegzetten en even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 12 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een donkere lipstick op. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Hij is bij de nagels, past die. Maar ik weet niet of het helemaal mij is. Want ik heb het idee dat het een beetje naar de Gothic-achtige sfeer gaat. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Maar goed, ik hou hem wel op vandaag, want ik ben hem aan het testen. Moet ik even wat administratie doen, want vandaag de deur uit moet. Dus dat moet ik straks even aan beginnen. Ik moet even boven mijn printer weer aansluiten op de wifi, wat eventjes een klusje is, omdat ik even niet zo goed weet hoe. Dat moet ik even uitzoeken. Ik moet even wat dingen inscannen, dat moet straks op de mail. En ik ga de koeler straks al op tijd opzetten. Dus ik zorg dat de spullen gesneden zijn en dan kan het straks gewoon opstaan. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Ik vind het normaal een heel erg mooi programma, want ja, ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe bijvoorbeeld de rijke mensen ineens met een minder budget rond gaan komen. En hoe ze het ervaren. Ja, en die arme mensen, je weet gewoon dat ze het gewoon goed gaan hebben. Dit keer ruilde er een kok met zijn vrouw en zijn zoontje. Die hoorden dus tot de rijke gezinnen. En die kwamen uit Apeldoorn, hadden een heel mooi huis. Ze hadden ook een aantal 3-sterren restaurants. Op dit moment was hij niet werkzaam, want hij was ook bezig met een soort pizza restaurant om dat te openen. Nou, allemaal helemaal goed. Het arme gezin kwam uit Friesland, bestaande uit een vader, moeder en 2 dochters.
Die vrouw die kwam uit het buitenland. Ik weet niet meer precies welk land het was. Maar ze waren ook in traditionele kleding van het land getrouwd. En nou, allemaal helemaal goed. Overigens even een kanttekening. Ik zeg het niet om mensen af te vallen hoor. Maar ik vertel gewoon even wat mijn mening ervan is en wat ik ervan vond. Arme gezin dat woonde toen nog in een vrijstaande woning. Wat ik best wel nog luxe vond. De meeste mensen die aan zo'n programma meedoen, die tot de arme kant horen, die hebben of gewoon een flatje of een appartementje. Nou, vaak appartementje niet eens. Of een rijtjeswoning. Nou, ik zou heel blij zijn met een rijtjeswoning. En ik ben heel blij met de woning die ik heb hoor. Maar als ik de keuze zou hebben, zou ik ook wel voor een rijtjeswoning hebben gekozen. Gewoon omdat je wat meer plek hebt. Maar dus, een vrijstaande woning. Het was wel allemaal wat ouderwets. Ook de inrichting was wat ouderwets. Mijn smaak was het niet. Maar dat zijn smaken verschillen. Als die mensen er blij mee zijn. Hé, dikke prima. Kinderen hadden ook nog best wel veel speelgoed. Nou weet je natuurlijk niet of dat ze dat speelgoed kunnen ze al jaren hebben. Waardoor dat helemaal niet nieuw hoeft te zijn. Ik moet even naar iets kijken. Maar goed, het was niet super gezellig. Ze werkten allebei niet. Waarom die vrouw niet werkte, was eigenlijk niet bekend. Die man die was ontslagen, want die werkte in Elektra. En er was een gevaarlijke situatie opgetreden, waardoor hij de arbeidsdienst heeft ingeschakeld. Er is zijn werkgever achtergekomen, die was daar niet blij mee, dus je had hem ontslagen. Hij had ook diabetes type 2 en zware obesitas. Maar er waren gewoon wat dingen die bij mij een beetje in het verkeerde keelgat schoten. Wat ik gewoon heel jammer vond. Het leek heel erg een script dit keer. Ik heb het idee dat er normaal geen script achter zit. Maar het leek of die man alles opdreunde van het arme gezin. En dat kan ook komen omdat hij uit Friesland komt en normaal gewoon Fries spreekt. En ABN heel lastig vindt. Dat weet ik niet. Maar ik vond het heel erg een script overkomen. Maar het bijzondere was, hij zegt dus wel steeds van, ja, ongezond eten is goedkoop en gezond eten is niet goedkoop. Ik ben het ermee eens dat boodschappen gewoon duurder worden tegenwoordig. Daar doe je gewoon heel weinig aan. Ik moet zeggen, als ik weer voor de week boodschappen ga doen, denk ik soms ook wel eens van, oh jeetje, toch alweer voor zo'n bedrag. Maar ik ben ook wel iemand die bespaart niet op eten. Waar ik zin in heb, dat koop, mits het wel betaalbaar is hoor. Ik bedoel, als het over de 3 à 4 euro is, dan zeg ik ook van oké, ik kies wat anders. Alleen, ik vind bijvoorbeeld gezonde groenten voor mij heel belangrijk, omdat ik best wel kieskeurig ben met eten en ik niet zo heel veel lust. Kies ik dus altijd wel voor verse groenten. Ja, daar betaal je gewoon iets meer voor. Maar dat ongezond eten goedkoper is, daar was ik het niet helemaal mee eens. Want je kunt bijvoorbeeld ook gewoon groenten uit pot of uit blik kopen. Ja, ik vind het zelf niet lekker, maar heel veel mensen vinden het gewoon lekker. En dat is natuurlijk gewoon een stuk goedkoper als verse groenten. Die vrouw van dat arme gezin had zelfs ook nog een maaltijd gekookt voor dat rijke gezin. Dat stond gewoon klaar, dus ze konden ze gewoon opwarmen. Ze vond het hartstikke lekker. Zag er ook nog best wel gezond uit met wat groentes en rijst. En volgens mij was het niet echt hele ongezonde kost. Ze vonden het heerlijk. Nou, dat arme gezin dat kwam in dat huis. Nou, die man die paste al niet in die douche. Omdat hij dus gewoon, ja, te zwaar was. Ze gingen eten bestellen. Nou, gelijk over 100 euro aan eten. Ze kozen ook wel wat aparter eten. Nou ja, goed, als je op dat moment het geld hebt, ja, weet je, doe het. Denk ik dan. Ik ben zelf iemand, kijk, ik ben al heel erg blij. Dus afgelopen zaterdag met mijn bestelde frietje. En ik krijg hem allemaal arm om de camera vast te houden. Dus ja, ik ben wat dat betreft misschien een beetje simpel daarin. De volgende dag gingen ze aan het ontbijt, maar ze hadden dus zoveel eten besteld dat ze in feite eigenlijk voor al die dagen dat ze daar zaten gewoon nog genoeg over hadden. Want ze hadden ook wel 4 van die schotels besteld. En ze hadden het ontbijt achter de kiezen en hij nam nog wat vlees uit die koeling. En dat begon hij ook nog even achter zijn ontbijt naar binnen te eten, waarvan ik eigenlijk een beetje misselijk werd dat je eigenlijk alweer kan denken aan vlees. Dus ja, ze gingen ook nog winkelen. Nou ja, hij paste gewoon in heel erg weinig kleding. En omdat hij gewoon te zwaar was, dus alles kreeg hij bijna niet dicht. Ze gingen naar een kapper en naar een dierentuin zijn ze geweest. Wat overigens gesponsord is door SBS6. Dat hebben hun niet
uit die bedrag moeten betalen wat van die mensen afkomstig was. Nou, in die dierentuin mochten ze ook allerlei dingen doen die je normaal dus eigenlijk niet kunt doen. Dus denk aan aardvarkens eten geven, zeekoeien voeren, dat soort dingetjes. Ze mochten in die verblijven bij de aardvarkens dan. En bij een zeekoe wordt het een beetje lastig, want dan moet je in het water. Maar ik vond het heel erg jammer dat die man bij alles de nadruk lag. Ja, dit kan je nou als je eenmaal rijk bent. Als je arm bent, kan dit niet. En dat vond ik gewoon heel erg jammer. Want als je dat één keer zegt, is het prima. Maar hij deed het echt bij alles. Bij alles wat ze deden, moest hij dat herhalen. Wat ik gewoon echt heel erg jammer vond. Ze kregen een personal trainer. Ja, dit kun je niet betalen als je arm bent. Nou ja, voor hem had het sowieso niet zo heel veel nut. Want hij kon bijna niet door zijn knieën. Hij kreeg last van zijn spieren. Alles deed hem zeer. En ik denk, ja, je kunt ook sporten. Bijvoorbeeld wandelen. Als je daarvan houdt en je kunt dat. Is wandelen is natuurlijk gratis. Is ook sport. En toen bij het eindgesprek zelfs. Toen gaf die kok eigenlijk nog een tip. Van, joh, weet je. Ga zelf eten maken en ga dat verkopen. En, want je kan echt heel goed koken. Maar die man zult het ook gelijk alweer in de wind. Van ja, ja. Ik weet niet eens meer precies wat hij zei. Maar hij sloeg het gelijk in de wind. Hij vond het helemaal niks. Het rijke gezin is ook nog bij de ouders van die man op bezoek geweest. Want vaak bezoeken ze wel een familielid om eventjes wat meer te weten te komen over de achtergrond van de mensen waar ze zijn. En zijn ouders wisten ook eigenlijk niet of hij nog aan het solliciteren was. Dus ze wisten het allemaal niet. Ik vond het een beetje ondankbaar. Ik vond het niet heel dankbaar. Ze waren wel blij omdat er zelfs in een man was. Maar... ja, nee, ik vond het gewoon een beetje ondankbaar. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer dat er zo'n gezin is uitgekozen. Niet dat ik het ze niet gun, maar als je zo ondankbaar bent, vind ik dat wel heel jammer. Daarna heb ik Klee gekeken. En ook Rex, dus dat was gewoon mijn avond. Sorry voor mijn lange verhaal over dit programma, maar ik wilde het toch even kwijt. Omdat er op social media, die gingen ook helemaal los hoor. Social media, die brak uit de voegen van... Wat ze van het gezin vonden. En ik kon me wel vinden in die mening. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen. Ga ik straks even de spullen snijden. En dan ga ik even aan die administratie. En wie weet als er nog tijd over is. Dat ik nog even kan bullet journalen. Maar die administratie moet even gedaan worden. Want het moet straks de deur uit. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik even kijken waar ik hierbij kan zitten. Ik denk sowieso even bij het groente snijden. Zo bij het eten opzetten. Dat dat wel eventjes lukt. Dus we gaan het even zien. Hier gewoon al donker omdat het regenachtig is. Dus ik heb de lampjes maar aangedaan. Katten hebben net gegeten. Ik heb wel even wat voor mijn bullet journal gedaan. Eigenlijk alleen even schrijven. Want er was niet zo heel veel tijd meer. Want het maken van de koelers toch iets meer tijd in beslag nam. Maar dat geeft niet. Nou, dat was het eigenlijk nog niet eens. Ik zat te kleren met mijn printer boven. Want ik kreeg hem dus niet verbonden met mijn wifi. Omdat hij op een of andere manier die code niet pakte. En je moet hem handmatig invoeren. Dus je moet steeds met je knopjes heen en weer. Nou, dat is echt super vervelend. Dus ik was er op een gegeven moment ook gewoon klaar mee. Dus ik had even een scanner voor de iPhone gezocht. Dat ik daar even dat document mee kon inscannen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar die moet ik alweer verwijderen. Want dat zijn maar 3 dagen proefversies. En
ik moet die printing gewoon weer aan de gang krijgen. Dan moet ik gewoon even op mijn gemakje voor gaan zitten. Maar in ieder geval, de papieren die weggemaild moesten worden, zijn weg. Dus dat is fijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Alberto Stegeman en meester Frank Visser uit Visite. Ik heb de ene laatste aflevering van Klee. En ik kijk Oogappels. Want dat vond ik wel een leuke serie. Dus ik ga vanavond aflevering 2 kijken. Van seizoen 1. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Ik moet nog even wat foto's bewerken. Dus verder niet heel bijzonders. En dan straks lekker de koelers eten als ik gedoucht heb. Dus dat is wel heel erg lekker. Ja, ik weet niet hoe ver jullie het hebben kunnen zien. Ik zie het met editen pas wat de beelden hebben gedaan. Ik durf nergens meer wat op vast te pinnen. Omdat ik het best wel lastig vind nu. Maar dat weten jullie inmiddels wel. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag 13 maart. Oftewel vrijdag de 13e. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wat make-up weer getest. Dus het kan wat heftiger overkomen. Vooral hier de bronzer heb ik getest. Waar ik nog niet helemaal over uit ben. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Vandaag is de planning om de video van morgen op te nemen. En verder gewoon bullet journalen. Dus niet heel erg bijzonder. En even stofzuigen. Maar ja, dat is bij mij zo'n standaard ding. Dat ik dat eigenlijk vergeet te melden vaak. De katten hebben vannacht wel huis gehouden. Want ik was ook mijn... ik heb altijd twee onderzetters liggen. En eentje die is heel plat. Die leg ik altijd op mijn chocomel neer. Omdat ik dus altijd chocomel drink als ik uit bed kom. En die katten die willen daar nog wel eens wat van gaan drinken. Dus dan leg ik er altijd een blaadje op. Zodat ze er niet bij kunnen. Maar degene die ik had liggen, die is niet te zien. Dus ik denk dat hij ergens onder de bank ligt. Ik ga zo even kijken. Gisteravond heb ik gekeken naar Alberto Stegeman. Dat ging over kilometertellers die teruggedraaid werden. Zodat auto's dan ineens een lagere kilometerstand hebben dan dat die origineel is. Nou, dat is hartstikke verboden. Dus dat ging hij aan de kaak stellen. Maar die man die hun confronteerde, die verwachtte ook nog dat ze hun wel eventjes €200 zouden aftikken. Want hij had dus die teller ook echt daadwerkelijk vooruitgedraaid. Het was gewoon eigenlijk meer om die man op hete daad te betrappen. Dus ze hebben hem ook niet betaald. En ja, ze zaten achteraf dus met een kilometerstand die te hoog was. Want Roberto zei, draai je maar terug. Nee, je hoeft hem niet vooruit te draaien eerst. Ja, dat was al gebeurd. En dan draai je maar terug. Ja, dan kost je dan wel €200. Nou ja, toen op een gegeven moment kreeg hij het een beetje te heet onder de voeten. En is hij gaan lopen. Terug zijn huis in. Daarna hadden ze, dat was iets met banken. Dat ging over, hun konden banken stofferen en opvullen. Dus als je bank verder eigenlijk nog goed was, konden ze hem opnieuw stofferen en dus opvullen. Bijvoorbeeld bij de kussens. En die vrouw die had dat laten doen. Die had €500 aanbetaald. En ze zou haar bank binnen 10 werkdagen terugkrijgen. Ze had nooit meer wat gehoord over die bank. Dus ze hebben Alberto ingeschakeld en ze hebben die bank. Uiteindelijk heeft ze hem na lang aandringen, hebben ze die bank wel teruggekregen. En ook haar €500. Hij zei nog wel, zal ik hem niet voor u verder opvullen en stofferen. Dat ik die €500 dan niet teruggeef. Nee, dat wou ze gewoon absoluut niet. Want ze was haar vertrouwen kwijt, wat ik begrijp. Ja, dus we hebben hem wel opgevuld. Maar alles wat daar dus nu mee gebeurt, daar heeft hij dus nu geen garantie meer op. Nou, dat vond ze ook allemaal prima. Ze hebben hem eerst hadden ze hem dus geconfronteerd ook dat hij dus een bank zou gaan doen. Maar het was ook heel gek, want het bedrijf was niet bekend bij de Kamer van Koophandel. En hij was dan weer de tussenpersoon van degene van wie het bedrijf was. Het was allemaal heel erg vaag. Dus ze hebben uiteindelijk, na de confrontatie, hebben ze dus mannen ook met hen meegestuurd van het programma. Om te kijken of hij die bank ook echt daadwerkelijk kwam terugbrengen. Dus ze zei ook, ik wil die bank gewoon vandaag terug. Dat was gelukkig opgelost. Maar toch, ja, zo zie je maar weer dat het allemaal niet heel erg goed mooi kan zijn als dat het lijkt. Nou, meester Frank Visser, nou, die had ook wel weer wat cases waarvan je dacht van, nou ja, goed, vervelend. Dat vond ik heel vaag. Die mensen die hadden een huis en die woonden geloof ik naast een bedrijfje. Of naast hem zat een bedrijfje. Maar die mensen van het bedrijf die hadden een hek geplaatst. Zo strak dat hun auto die kon niet meer van de dam af. Ze konden niet meer in die auto komen. Ze konden hem niet wegduwen, want het was een automaat. De ramen waren elektrisch, dus ze konden gewoon ook
die ramen niet openen. Hij zegt, ja, weet je, als ik gewoon draaibare ramen had gehad, hij kon de deur wel iets openen. Dan kan ik, had ik mijn raam kunnen opendraaien, had ik zo in mijn auto kunnen komen. Dat was ook niet te doen. Dus we konden die auto niet meer van de dam krijgen. En dat bedrijf wilde verder ook niet meewerken. Dus ja, dat was allemaal een beetje dat soort zaakjes. Klieg keken vond ik iets minder vandaag gisteren, want ze gingen nu terug naar 2009 toen Klieg Club begon. Je zag wel dat al die mensen auditie deden. Maar ik vond het toch een wat mindere aflevering. En vanavond heb ik de allerlaatste en ik weet niet wat ik kan verwachten. Dus dat is even de vraag. En daarna heb ik Oogappels gekeken. Dat was op zich wel leuk. Dus vind ik wel een leuke serie. Ik heb trouwens nog een pakketje besteld bij de Etels. Die ga ik even met jullie uitpakken. Ik zal zo even vertellen over de inhoud. Maar ik zal hem er even bij pakken en jullie even op het statief zetten. De doosje is vrij compact. Ik heb hem net even opengetrokken. En je kunt dus sinds een tijdje nu online bestellen bij de Etels. Ik heb zelf geen Etels bij mij in de buurt. Dus ja, die zit gewoon niet in het centrum. En ik had dus in de folder online gezien dat de Etels een paar goede acties had. Je moet wel bestellen vanaf 20 euro en dan wordt het gratis bij je thuis afgeleverd. Je kunt nog niet betalen met cadeaukaarten. Het zou fijn zijn als ze dat met de tijd ook introduceren. Want als je een cadeaukaart hebt, is het fijn om dat te kunnen doen. Nou heb ik jullie voor een tijdje geleden verteld dat ik mijn kwastensets willen uitbreiden, zowel van Real Techniques als van Echo Tools, zodat ik alleen nog maar goede kwalitatieve kwasten in mijn stash heb zitten. Ik heb hem dus een beetje aangevuld. Het doosje is wel heel leuk. Het is hier echt zo voor jou in het roze. En het is met zwart papier gedaan, dus op zich wel heel leuk. Nou, allereerst heb ik van Trackle Moon heb ik handcreme besteld. Ik heb hem besteld in de raspberry, omdat ik zelf ook de raspberry douchegel momenteel gebruik. En ik heb zulke droge handen. En volgens mij is dit wel een hele goede handcreme. Oh, hij ruikt echt heerlijk. Het was dus 1 plus 1 gratis. En ik had nu 2 handcremes voor 3 euro. Dus ik heb maar 2 gewoon de raspberries gedaan. En ja, ik ben heel benieuwd hoe deze gaat bevallen. Maar daar zal ook nog een review van online komen op mijn blog. Daarnaast heb ik een sponsje besteld van Real Techniques. Ik wil heel graag weer een goed sponsje. En deze, ja, die zien er gewoon kwalitatief wat beter uit. Het is gewoon een miracle sponsje. Je hebt hem ook in het oranje, maar ik vond rood wel, of roze wel heel erg leuk. En deze was dus nu met 25% korting. Volgens mij betaalde je nu nog 6 euro. Dus die heb ik. En ik heb deze set besteld van Echo Tools. Ik kan dit zo even terug doen. Dat is dit setje, die was nu 12 euro. Hier zit in een poederkwast volgens mij. Ja, ik kan het nu niet zo heel goed zien. Een foundation brush. Ook volgens mij eentje voor je eyeliner. Maar volgens mij kun je die ook prima gebruiken voor je wenkbrauwen. Maar goed, ik heb gewoon dit setje besteld. En hier komt ook nog een review over van al deze producten op mijn blog. Dus mocht je mijn blog nog niet volgen, ik post op Instagram altijd een foto van het product wat online staat. Dus mocht je er dan nieuwsgierig naar zijn, kun je dat altijd eventjes daar bekijken. Dan kun je gewoon gelijk naar de review kijken, zeg maar. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, mijn Instagram naam die staat ook in de beschrijving. Dus dat was dit pakketje. Ik ga nu even stofzuigen en dit maar even op de slaapkamer zetten. Want ik ga hier weer gelijk zondag ook foto's van nemen, zodat het ook gebruikt kan worden. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik daarna de video voor jullie opnemen. En als ik dan ga bullet journalen, dan zal ik jullie erbij zetten. Het regent ook weer zo heerlijk nu. Ik dacht dat het droog zou blijven, maar het regent best wel. Nu natuurlijk, er is best wel veel commotie ook over de corona. Die toch wel dichtbij komt dat heel veel dingen worden afgelast. Hè. Voetbalwedstrijden die gaan deze hele maand niet meer door. Nou, er zijn geloof ik nog heel veel meer dingen afgelast. Er worden gewoon best wel veel maatregelen genomen. De ene kant is natuurlijk best wel goed. Ik wist alleen niet dat het al zo heftig was in Nederland. Maar goed, zo leer je weer. Ik ga even stopzuigen en dan ga ik eerst eventjes de video opnemen, zodat die er ook op staat.
Dat het kaartje van de camera alweer vol was. Ik kan het dus niet zien. Dus ik heb echt geen idee. Maar hij piept al heel snel. Dus zoveel heb ik niet kunnen filmen. Maar ja, morgen weer een nieuwe dag. Vanavond kijk ik Flikken Maastricht natuurlijk. Ik kijk daarna even de tv-kantine. Met eten kijk ik even de beste kijkers terug. Ik heb ook makkelijk eten. Ik heb gewoon patat met viandellen. Dus gewoon even lekker makkelijk. Ik heb gisteren gewoon in mijn eentje de hele pankoulas leeg gegeten. Je vraagt je misschien af hoe dan. Nou, ik ga die vier bordjes uit. Het was al een beetje... in de pan leek het heel veel, maar later was het al wel wat geslonken leek het. Dus ik heb er wat bindmiddel bij gedaan. Toen heb ik de hele pan leeg gegeten. Dus ik zat behoorlijk vol gisteravond. Maar goed, ik had wel een lege pan en geen restjes over. Dus dat is wel lekker. Ik kijk vanavond ook de laatste aflevering van Klee. En weer oogappels, want dat vind ik erg leuk. Ik moet de video editen. Ik moet nog even een artikel schrijven vanavond voor mijn blog. Zodat die online komt. Dus nou ja, die foto's zijn al verder bewerkt. Dus dat is op zich niet zo heel veel werk. Wel zin weer in Flikken Maastricht. Lekker met een cappuccino erbij. Ik vind het lekker. Ik moet eigenlijk eventjes... Ik kan nu niet zo heel veel met mijn bullet journal. Want ik loop met mijn bullet journal voor het blog en YouTube. Loopt het helemaal gelijk. Mijn mus loop ik wat achter. Maar ik moet weer eventjes in die machine wat... papieren maken waar ik dus dingen in kan maken. Weer figuurtjes. Moet ik dus even boven in de machine doen. Maar dat doe ik van nee, ik wil even. Het tijgertje liep volgens mij steeds voor het beeld. Ik denk dat dat heel erg slecht materiaal is wat er is gefilmd. Maar goed, dat zie ik wel als ik het eraf haal. Ik ga nu in ieder geval even lekker chillen. En straks douchen en eten. En dan ga ik gewoon vanavond lekker mijn avondje hebben. Dus ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik heb verder eigenlijk toch niks meer te doen. Dus nu, ik zou zeggen tot morgen. Hele goedemiddag op deze zaterdag. Het is 14 maart. Ik ben klaargemaakt. En ja, ik heb vandaag eigenlijk toch nog wel een planning. Even het beantwoorden. Ik moet even mijn kwasten wassen. En dan had ik vorige week leuk van alles zitten maken met naald en draad. En nu is mijn andere slof ook los. Dus die moet eigenlijk ook nog. En ik kwam dus later in de wasmand nog iets tegen wat ook nog gemaakt had moeten worden. Dus dat ga ik wel even doen. En voor de rest eigenlijk een beetje de basic dingetjes. Denk even bullet journal. Ik wil even wat dingen overtrekken weer. Dus dat is eigenlijk ook even wat gebeuren moet. Gisteravond heb ik Flikken Maastricht gekeken. Dat begon wat later. Want je had eerst een uitzending omtrent corona. Ik heb dat verder niet gekeken. Want je hoort er in het nieuws al zoveel over. En ik denk dat we inmiddels wel een beetje op de hoogte zijn. Ik hoorde dat heel veel mensen al aan het hamsteren zijn. Dat er toch wel ja, heel veel mensen zijn die toch wel heel veel boodschappen gaan doen. Omdat ze bang zijn dat er straks geen voorraad meer is. Dus ik las al bij heel veel mensen dat supermarkten heel erg leeg waren. Ik ga het donderdag meemaken. Ik kom niet eerder dan donderdag in de supermarkt. Dus ik weet het niet. Flikken was een mooie uitzending. Dus ja, eigenlijk zelfs elke week wel. TV-kantine heb ik dus voor Flikken even gekeken nu. Viel me een beetje tegen. Ging een groot deel over de beste zangers van Nederland. Ik volgde het programma zelf niet. De imitaties waren goed gedaan. Maar ik ken heel veel mensen dus niet die ze dus imiteren. Zoals Floor Jansen. Ik heb ervan gehoord. Maar ik kan niet vergelijken of dat het een goede imitatie was. Omdat ik dus niet weet hoe zij zingt of hoe zij praat. Dus dat vond ik goed gedaan. Samantha Steenwijk was wel heel goed gedaan. En Jan Smit vond ik ook heel goed. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. De laatste Klee-aflevering gekeken was leuk. Maar ik vind het ook goed dat het nu klaar is. Toch wel heel veel dingen die je dan
weer tegenkomt. Van, dat ze vijf, ze gingen sprongen steeds naar 5 jaar later. Begon eigenlijk dat nu, die school was nu een kunstschool geworden. En die Will Schuster, die was nu directeur geworden op die school. Die, een oud leerling, nam de Kliekclub over, want hij ging zelf geen les meer geven. Dus je zag steeds 5 jaar later, Rachel was inmiddels getrouwd met ook een oud iemand die ze al steeds terug liet komen. Maar volgens mij werd dat nu door een andere acteur gespeeld. Zij was draagmoeder voor Kurt en Blaine. En ze lieten ook nog een deel zien, dus dat een auditorium werd opgedragen. Dat het nu de naam van Finn Hudson kreeg, dat vond ik wel mooi. Het was een mooie afsluiting, maar het is ook goed dat het nu klaar is, vind ik. En daarna heb ik Oogappels gekeken en dat is gewoon super leuk. Ik ga nu eerst even stofzuigen en dan ga ik daarna even de dingetjes maken en de kwasten wassen. En dan ga ik aan mijn bullet journal. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga jullie erbij zetten waar dat ligt. Hebben net gegeten. Ik heb wel de kwasten gewassen en even gebullet journaled. Ik heb nog niet de naaiwerkjes gedaan. Die ga ik morgen even doen. Want morgen heb ik verder toch geen planning om de foto's maken. Nou, dus dat kan morgen ook dikke prima. Ik had er nu niet zo heel veel zin in. Ik heb het een beetje koud. Ik heb buiten mijn nagellak verwijderd. Het zag er niet meer uit. Ik heb nog wel wat randjes, maar die moet ik even wegveilen. Straks haal ik het ook van meteen af. Die ga ik vanavond wel even lakken. En dan morgen mijn vingers. Vanavond kijk ik deze quizjes voor jou. Ga ik toch weer een poging wagen om mee te spelen. Ondanks dat ik het vaak wel moeilijk vind. Vind ik het wel leuk. Tenminste als de app gelijk loopt. Want dat schommelt nog wel eens. Want vaak maakt hij geen verbinding. Dus dat is lastig. Ik neem Kees & Co even op. Dus dat kijk ik even. Voor de rest eigenlijk niet heel veel. Misschien dat ik al eens even wat met de vlog ga doen. Maar ja, er is verder ook niet heel veel bijzondere televisie vanavond. Je mist nu toch gewoon wel het voetbal, omdat dat nu natuurlijk niet komt. Dus ja, dat is gewoon eventjes, het is even niet anders, maar ik vind het wel jammer. Ik moet een nieuwe serie uitzoeken op Netflix, omdat ik natuurlijk door Glee heen ben. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik heb nog geen idee waar ik naar wil gaan kijken. Ik moet even kijken wat mij aanspreekt, wat er nieuw is bijgekomen. Misschien ben ik nog steeds in stille hoop dat het 5e seizoen van Jane the Virgin erop staat. Maar daar ga ik niet vanuit. Dat denk ik dat ik daar nog even op moet wachten. En ik kijk vanavond weer Oogappels. Dus dat wordt een beetje mijn avondje. Straks even lekker douchen en eten. En voor de rest niet heel veel bijzonders in ieder geval. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik kreeg trouwens nog wel de vraag van een van jullie of ik was afgevallen. Ik weet het niet. Misschien dat jullie het meer zien als ik zelf, mocht het zo zijn. Want ik zie niet zo heel veel verschil aan mezelf. Maar als het jullie is opgevallen, het zou kunnen. Ik kan mezelf natuurlijk niet wegen omdat de weegschaal kapot is. Maar ja, het zou kunnen, ik weet het niet. Dus dat wou ik nog even vermelden. Goed, ik ga nu relaxen en ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 15 maart en ik zit even lekker op de bank in mijn onesie. Ik zal het jullie even laten zien.
Ik dacht, weet je, het kan gewoon. Ik heb dus gewoon zo'n mandje aan. Die zit wel wat te groot, maar hij zit dus gewoon aan één stuk. Dus op zich, ja, zit het best wel lekker. Alleen hij zit wat te groot. Dus hij is een beetje, het is eigenlijk een beetje een pleuringzak. Maar weet je, ik ben thuis, niemand die het ziet. Ja, jullie zien het nu, maar goed, dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Want, ja, weet je, het zit gewoon lekker. Gisteravond heb ik weer meegespeeld met de quiz. Deze quiz is voor jou. En eerlijk waar, ik kan er echt helemaal niks van. Ik vind de vragen zo moeilijk, maar ik vind het toch wel leuk om mee te doen. Als je dan wat goed hebt, vind je het dan toch nog wel weer leuk. Maar ik ben er dus niet heel erg goed in. Daarna ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. Die heette Arres. Nou, ik zag het staan. Ik zag een Nederlandse Netflix-serie van 2020. Joh, laat ik het gewoon eens proberen. Misschien vind ik het wel leuk om te kijken. Maar nee, ik vond het echt niet leuk. Ik vond hem echt verschrikkelijk. Ik vond het heel erg abracadabra. Het ging volgens mij ook een beetje over een studentengroep. En die komen dan bij elkaar. En die, ja, hoe moet ik het zeggen? Die hadden ontgroeningen en zo. En er kwam op een gegeven moment, sneed iemand zichzelf een mes in de keel. Nou, voor mij was dat al heel snel van, oké, ik ga dit niet meer verder kijken. Ik heb 1 aflevering volgehouden, maar ik ga dus echt niet uitkijken. Dus ik ga vanavond gewoon een andere bekijken. Dit was niks voor mij. Ik heb ook naar Oogappels gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. Het leidde dan wel weer even af van die nare serie. Want ik vond hem echt heel naar. En daar hoef je ook verder niet zoveel bij na te denken. Dat is gewoon leuk. En ik had ook nog naar Kees & Co gekeken. Dat is ook gewoon wel weer leuk. Ik heb ook al aan de vlog gewerkt. Want ik had verder gisteravond toch niet al heel veel. Dus ik heb hem nu tot vrijdag is hij in ieder geval klaar. De rest stond nog op het kaartje. En omdat hij nog niet vol was, dacht ik, nou weet je, ga ik hem gewoon eventjes tot zo laten. Wie weet dat ik er vanavond nog wat aan ga doen. Maar dat moet ik even kijken. Want je hebt vanavond wel leuke televisie. Dus dat. Ik wil eigenlijk straks eventjes een blackhead masker aanbrengen. En dan eigenlijk alleen even op mijn neus en op mijn kin. Ik keek laatst in de spiegel en toen zag ik toch wel dat ik wat zwarte puntjes op mijn kin had. Toen dacht ik van nou, het is eigenlijk wel goed om eventjes een keer een masker te doen. Dus ik denk dat ik dan even mijn neuspiercing uithaal en dat gewoon eventjes ga doen. Moet ik alleen even kijken dat ik niet tegen mijn bril aankomt. En anders moet ik even de oude opzetten. Die doe ik dan alleen gewoon even hier en hier. En hier zou het ook nog kunnen. Dus dat ga ik even doen. Ik ga zo eventjes mijn slof maken. Die dus open was. En eventjes een haarhanddoekje. Want ik gebruik altijd na het douchen een haarhanddoek. Maar daar was het elastiekje van losgegaan. En nu kan die dus niet om het knoopje heen. Dus dat werkt niet. Dus die moet ik eigenlijk ook even maken. Ik moet zo eerst stofzuigen als een malle, want het is hier heel erg pluizig. Ik had eventjes de kleedjes van de katten gewassen. En ook, ik heb aan de verwarming heb ik een mandje hangen waar de katten ook in kunnen. Maar die is al heel erg oud, want die heb ik al sinds dat ik muis heb. Nou, muis is 7, muis wordt 8. Dus dat ding is zeker 7,5 jaar oud. En die is gewoon niet het allerbeste meer. Hij ligt hier. En hij laat dus heel veel pluisjes los. Ik weet, hier liggen bijvoorbeeld pluisjes op tafel. Hier liggen heel veel pluisjes. Maar ja, dat was niet het allerbeste idee wat ik had. Ik zou eigenlijk een keer een andere moeten kopen. Maar ik heb hier sowieso geen dierenwinkel. En ik weet dat Action ze ook heeft. Maar ik weet niet of die zo lekker liggen. Want ik weet niet of die heel erg doorzakken. Nou heb ik niet hele zware katten. Voornamelijk Tijgertje en Mickey liggen er nog in. Tijgertje het meest eigenlijk. Die vindt het lekker als de verwarming aan staat. En dan lekker in dat mandje. Maar goed, weet je. Ik kijk wel een keer. En ze hebben wat dat betreft gewoon zat plekjes waar ze lekker kunnen liggen. En het liefst liggen ze toch bij mij op schoot. Maar goed, dat was dus even niet zo'n heel erg goed idee. Ja, de corona wordt wel steeds heftiger, heb ik het idee. Ik wil er niet steeds over blijven praten. Want er gaat eigenlijk al genoeg over. Maar ik las nu ook weer dat, ik hoorde nu dat in mijn geboorteplaats ook corona is gekomen. En dat iemand daar corona heeft gekregen. En ook in de plaats niet zo ver daar vandaan is iemand overleden eraan. En ik geloof dat er vandaag ook wordt besloten of dat de scholen open of dicht blijven. Maar ik ga ervan uit dat ze gesloten worden.
Want volgens mij zijn de meeste middelbare scholen ook al dicht. In ieder geval, studenten die hoeven in ieder geval niet naar school. Want die, dat hebben ze sowieso al dicht gedaan. En ook de voorzorgsmaatregelen in de winkel, die lees ik dan. En dan hebben ze toch wel het liefst, volgens mij heb ik dat van de week ook al verteld, hè, dat mensen gaan pinnen. Ja, dan denk ik van, worden de pinapparaten dan ook schoongemaakt, weet je? Dan moet er eigenlijk gewoon iemand naast staan met een doekje die gewoon elke keer als iemand heeft gepind, even joep joep, dat doekje eroverheen had. Maar dat gebeurt denk ik niet. En we raken natuurlijk ook gewoon karretjes aan. En bij heel veel supermarkten kun je tegenwoordig zelf scannen. Ja, dat raken we ook aan. Dus ja, weet je, wat dat betreft zitten we overal met onze handen gewoon aan. Maar ja, we moeten het gewoon even afwachten. Ik denk zelf dat de Passion ook niet doorgaat dit jaar. Songfestival, er zijn al vragen over of dat wel doorgaat. Vooralsnog is alles natuurlijk tot 31 maart afgelast. Maar ik weet niet of dat zo blijft. Of dat het misschien alsnog doorgaat. Het is gewoon echt allemaal afwachten. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen. Ik ga hier vandaag ook nergens bij zetten. Want doe verder toch weinig bijzonders. En dan ga ik even mijn dingetjes doen. En dan ga ik daarna ook op de bank. Dus dat wordt een beetje mijn middagje. Dus verder niet heel bijzonder. Inmiddels alle klusjes klaar. De foto's zijn gemaakt. Ik heb mijn slof gemaakt. Ik heb die handdoek gemaakt wat ik zei. Ik heb zelfs mijn hele... ik heb zeg maar zo'n boxje met wat garen erin zitten. En er zit zo'n Nike-kitje in. En mijn... mijn naaldjes. Nou, dan had ik dus een hele ding. Die zat helemaal in de knoop. Dus ik heb alles losgeknipt. En toen heb ik die hele buit gewoon zo in de prullenbak gedaan. Want daar kon je niks meer mee. Dus alles zit nu weer netjes geordend. Dat voelde ook wel lekker. Want het was eigenlijk al een doorn in mijn oog. Alle naaldjes netjes terug in het doosje. Dus het is hele bakje is weer goed geordend. Mocht je afvragen, heb jij een rood gezicht? Ik weet niet of het jullie zichtbaar is. Maar ja, ik heb een heel rood gezicht. Want ik heb dus een maskertje op gehad. Zo'n charcoal facial mask. Deze is van de Action. Volgens mij heb ik hier ooit nog een video over opgenomen. Maar dit is dus zo'n blackhead peel-off masker. En die reinigt je poriën ook nog eens extra. Hij maakt mijn gezicht heel erg zacht. Maar ik heb dus wel gelijk een heel rood hoofd. Het verwijderen was niet zo prettig. Ik heb het hierop gedaan, zo in mijn T-zone en dan zo op mijn neus. Ik had even mijn neuspiercing eruit gehaald. En toen kon het daar even op. Maar ik heb wel het idee dat dat wat heeft gedaan voor mijn gezicht. Want ik heb wel het idee dat die blackheads hiero zeg maar echt bijna weg zijn. Ik keek net even met, ik kan het niet zo heel goed zien, zeg maar, gewoon bij licht. Dus ik had even de zaklamp van mijn telefoon opgehouden. En had ik wel het idee dat het wat minder was geworden. Dus dat is wel, wel fijn. Dus het is niet voor niks geweest. Foto's zijn ook gemaakt. Er waren best wel veel foto's, omdat ik ook de nieuwe producten heb gefotografeerd. Die ik dus vrijdag had binnengekregen. Maar dat geeft niet. Het was wel even lekker productief. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Vanavond kijk ik... Weet ik veel en Meisje van Plezier. En ik probeer de noodcentrale op te nemen, maar ik weet niet of het komt. Want er is al aangekondigd dat Hart van Nederland een extra lange uitzending heeft omtrent corona. Dus het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat dat gewoon al veel eerder begint. Dus dat weet ik niet. Moet ik eventjes kijken eigenlijk, want de gids, de tv-gids app, die loopt niet helemaal gelijk met wat er op tv komt. In dit geval denk ik, want hij staat nog gewoon op een half uurtje. En ik ga ervan uit dat hij misschien wel 3 kwartier tot 1 uur duurt, die aflevering. Dus moet ik even nakijken. Dus even een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik denk dat ik... Wat was ik nou? De Blacklist, die kreeg ik als tip. Dus ik denk dat ik die eventjes ga aanzetten. Misschien is dat wel wat. Kijk, als het niks is, dan ga je weer een andere starten. Maar die schijnt heel goed te zijn. Dus, dat is wel eventjes te proberen. Dus dat ga ik denk ik proberen. Want ik weet anders gewoon even geen andere Netflix-serie. En ik was gewoon heel erg aan het hopen dat Jane the Virgin seizoen 5 er al was. Maar die was er nog niet. Dus ik moet nu even wat anders kiezen. Ik kijk natuurlijk ook gewoon weer Rekt vanavond. Ik eet straks lekker die schnitzel op van de Aldi met frietjes erbij. Straks even lekker douchen. Kan ik even mijn gezicht lekker helemaal reinigen ook weer. En
Ik heb ook wat zwarte plukjes van het masker wat toch mijn haar in was geprummeld. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een plukje. Die is dan nu helemaal stijf van het zwarte masker. Dus dat ga ik straks lekker uitwassen. En dan is lekker chill. Ik moet vanavond toch even wat foto's bewerken. Dus dat wordt verder mijn avond niet bijzonder. Ik ga jullie in ieder geval dan morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou ineens zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 16 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik denk dat we het er toch even over moeten hebben. Het corona gebeuren. Het is natuurlijk ineens best wel aangescherpt. Gisteren kwam natuurlijk toch de mededeling dat de scholen gesloten zullen zijn. Horecagelegenheden, bioscopen, sportclubs. Alles is gesloten. Thuisbezorgd kan geloof ik nog wel, wat ik heb begrepen. Maar voor de rest is eigenlijk alles dicht. Supermarkten zijn gelukkig wel open en andere winkels ook. Ik maak me voor mezelf niet heel veel zorgen tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat kom ik buiten die ene keer in de week? Nou, weet je, natuurlijk, je kan altijd aangestoken worden of je kan het altijd oplopen. Maar ik heb ook nog niet gehoord dat mensen in mijn woonplaats het hebben. Maar misschien wordt ook niet alles naar buiten gebracht. Ik ben wel een beetje bang, zeg maar, dat ik heel erg ga misgrijpen met de boodschap. Omdat natuurlijk heel veel mensen zijn gaan hamsteren. En aan de ene kant snap ik het en aan de andere kant denk ik, ja, het kabinet roept iedereen op om het niet te doen. Ja, waar moet je een grens leggen? Maar ja, dat is een beetje lastig allemaal. Dus ik hoop gewoon dat als ik donderdag ga, dat er gewoon voldoende voorraad is en dat ik mijn dingetjes kan halen. Dat vond ik een beetje lastig. Op een gegeven moment kreeg ik er een klein beetje hoofdpijn van. Want het was nieuwsbulletin naar nieuwsbulletin. En ik snap het. Ik snap dat alles nu in tegen staat van corona. Maar als ik het één keer zie, dan weet ik het. En het hoeft niet continu herhaald te blijven worden. Ik kijk gisteren naar weet ik veel. Wat ik trouwens super moeilijk vond. Ik vond hem deze week echt niet makkelijk. Zij boos zelf ook hoor dat het wel een hele moeilijke was. Want ik kwam echt vragen voorbij. Dat ik dacht, ja, weet ik veel. Letterlijk. Dus dat vond ik een beetje lastig, maar over het algemeen, het was gewoon leuk om hier mee te spelen. Maar toen zat ik dus te wachten op het meisje van plezier en dan kwam net tussendoor toch wel weer eventjes een nieuwsbulletin. En het was wel kort, maar het was weer alles wat ik al wist. Ik geloof dat er vandaag weer een persconferentie plaatsvindt over meer informatie, wat erin verteld wordt. Ik heb geen idee, ik zal het vanavond bij het nieuws wel zien. Want ik kan, ja, ik weet het nu gewoon niet wat ze nog weer van plan zijn. Kijk, ik weet de dingen die ik nu weten moet. Ik weet dat ze liever willen dat je binnen blijft als het mogelijk is. Dat je niet naar buiten gaat. Maar ja, hoeveel mensen zijn er die gewoon hun werk moeten uitvoeren? Mensen in de zorg, die kunnen niet zeggen, ja, nou weet je, ik kom niet. Want ik loop gevaar. Nee, want oudere mensen en ook jongere mensen, sommigen, die hebben gewoon hulp nodig. Dus dat is al lastig. Nou ja, ziekenhuispersoneel kan ook niet zeggen, ik blijf thuis. Al weet ik wel dat operaties volgens mij voor een groot deel ook geannuleerd zijn. Tandartsbezoeken kunnen ook al niet meer voor een groot deel. Maar ja, er zijn gewoon bepaalde beroepen waar je niet weg kan blijven. Kijk, in de supermarkt ook. En die mensen zullen gewoon blijven werken en in gewone winkels ook. En die kunnen niet zeggen, ik ga thuis werken. En dokters zullen ook gewoon actief blijven, neem ik aan. Dus ja, ik vind het een beetje lastig. Maar goed, dat was even wat ik daarover kwijt wilde. Ik voel me een beetje verkouden. Daar heb ik al een paar weken ook dat ik een loopneus heb. Maar het is niet dat ik denk van, oh, ben ik nu besmet. Ja, weet je, ik heb het gewoon thuis opgelopen. Ik moet wel zeggen dat ik vannacht iemand hier in de buurt heel erg hoorde hoesten en hoorde niezen. En dan gaat het wel door je hoofd. Heftig. Je kijkt gewoon wat meer uit. Maar ik denk dat we meer ook niet kunnen doen. Ja. Weet je, het is leuk, gebruik desinfectiegel, maar overal is de desinfectiegel uitverkocht. Dus hoe kun je het dan gebruiken, weet je wel. Dus ja, dat was even toch even wat ik erover kwijt wilde. En ja, weet ik veel, dus gekeken wat ik net vertelde. Nou, het meisje van plezier was ook wel een mooie uitzending. Nou, daarna heb ik een stukje Hart van Nederland gezien. Daarna heb ik de noodcentrale gekeken. Maar ik ben wel met een nieuwe Netflix-serie begonnen. En dat was echt een aanrader. Het is Unite 42. Ik ben gewoon een beetje gaan googlen van wat zou er bij mij passen, wat staat er nu op Netflix. En toen kwam ik eigenlijk op die serie uit. Ik ben dol op Vlaamse series. Dit is Frans-Vlaams, maar er wordt Engels gesproken. Ik heb wel het idee dat het gesynchroniseerd is, want ik heb het idee dat het niet helemaal gelijk loopt. De monden en de tekst, maar goed. Ik kan het in ieder geval nu gewoon lezen. Het is een...
ja, ook wel een soort politie-serie, maar dan wel wat anders dan die ik gewend ben. Maar de eerste aflevering was een groot succes en ik ga er vanavond met heel veel plezier naar aflevering 2 kijken. Dus ik vond het echt een aanrader. Er zijn 2 seizoenen van, dus ik hoop eigenlijk nog op meer, want tot nu toe vind ik het heel erg goed. Daarna heb ik lekker Rex gekeken, dus dat was mooi. Ik heb mijn nagels ook gedaan, ik zal even het kleurtje pakken. Dat is altijd wel even leuk om te vermelden, denk ik. Even kijken hoor, hij staat hier. Ja, ik ben nog steeds bezig met die lijn van Essence, de This Is Me lijn. En dit keer heb ik dit kleurtje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit heeft een naam 100, nee, gewoon 15 Fabulous. En ik vond hem wel heel erg mooi, dus die heb ik aangebracht. Vandaag is de planning. Ik ga zo een video voor jullie opnemen als ik heb stopgezogen. Want dat ga ik de rest van de week niet redden, omdat ik best wel een strakke planning heb. Het is de week van de grote schoonmaak, excuseer. Donderdag heb ik een afspraak die vooralsnog gewoon doorgaat. Dus ik weet niet of die nog gecanceld wordt. Ik hoop het echt niet, want het is wel echt even een hele belangrijke. Dus dan ga ik het ook niet redden. En vrijdag is de slaapkamer aan de beurt. Dus ga ik het gewoon niet redden. En daarna ga ik gewoon even bullet journalen. Verder eigenlijk niet een hele strenge dag of zo. Dus gewoon even lekker basic. Dus dat is even de planning. Ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik eerst een video opnemen. En dan zet ik jullie er straks met bullet journalen wel bij. Zo, de video staat erop. Ik ga boven even wat papieren in mijn machine gooien. Zodat ik even verder kan met mijn mus. En dan ga ik even bullet journalen. Daar zal ik jullie wel even bij zetten. Ik moet even mijn ding op de oplader leggen. Ik had niet voldoende batterij, dus ik moest ondertussen even kort opladen. Toen kon ik hem gelukkig verder afmaken, maar het ging niet heel vrij soepel. Dus ik ga nu even naar boven om dat te doen en dan ga ik jullie straks bijzetten. Zo, ik heb net de katten gevoerd. Ik ben wel even lekker bezig geweest, maar ik ben niet helemaal tevreden. Ik kon mijn aandacht er niet zo heel goed bij houden, terwijl ik normaal echt gewoon goed die vibe erin heb. En vandaag lukte het allemaal niet zo heel erg goed. Dus ik weet niet zo heel erg goed waar het aan lag. Ik kreeg net ook al de melding van nu dat Koningsdag ook al is afgelast. Dus ja, dat is ook gewoon eventjes... Best wel natuurlijk al snel, want het is natuurlijk, duurt nog zeker een maand. 27 april, maar die hebben ze dus nu al afgelast door de coronavirus. Dus we gaan wel afwachten wat er nog meer gaat afgelast worden. En ik ga ervan uit dat het Songfestival ook niet door zal gaan. En ja, we moeten maar zien hoe lang deze maatregelen duren. Ja, ik denk gewoon dat het vandaag niet helemaal mijn dag is of zo. Op een of andere manier. Soms heb je dat. Ik weet het gewoon even niet. Vanavond ga ik in ieder geval weer kijken zonder kopen zonder kijken. En eventjes Holler Down My Daughter ga ik kijken. En voor de rest eigenlijk ga ik weer die serie kijken. Unite 42 en Rex. Ja, en het zal wel veel nieuws worden, want ik denk niet dat er heel veel anders is. Ik wil nog even, mijn artikel moet nog online vanavond. En ik wil nog even een persbericht inplannen, want die heb ik ook weer een paar. Dus die voor morgen. En ja, ik moet eigenlijk nog een foto opnieuw doen. Dat moet ik straks nog even doen. Ik ga nu in ieder geval nog even relaxen. Ik zie jullie dan morgen gewoon weer. Volgens mij was mijn camera ook weer vol of leeg. Of het kaartje was weer vol of de camera was leeg. Ik heb geen idee. Het is allemaal eventjes drama vandaag. Maar goed, we gaan deze dramadag maar even afsluiten. En ik zie jullie morgen en hopelijk gaat het dan weer allemaal lekker.
Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 17 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik film even met mijn telefoon. Ik ben gisteren mijn kaartje vergeten leeg te halen. Heeft ook een reden. Ik was gisteren namelijk even helemaal van mijn apropos. Mijn dag is niet echt lekker geëindigd. Ik had gedoucht zoals elke dag. En mijn hele douche stond blank. Volgens mij heb ik het al wel eens een paar keer eerder verteld dat het is gebeurd. Alleen het was zo erg dat gewoon het water mijn slaapkamer inliep. Het was één groot waterballet. Ik had zoveel water in mijn slaapkamer. Echt alles was nat. Ik had zo'n groot geluk dat mijn camera-spullen niet op de grond stonden. Maar echt alles wat nat kon worden was ook daadwerkelijk nat. Dus ik was een beetje in paniek, ouders gebeld, wat moet ik nu doen? En ja, toch met handdoeken, ik had al handdoeken gepakt, maar ja, dat werkte allemaal niet. Ik kon het niet uitwringen, het was gewoon echt verschrikkelijk. Uiteindelijk heb ik het allemaal wel droog gekregen, maar ook onder mijn bed lagen hele grote plassen, wat ik gewoon niet wegkreeg. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Het was echt verschrikkelijk. Dus ik heb nu eventjes met de woningbouw gebeld en die komen morgen kijken. Ook omdat het op mijn balkon ook niet doorloopt. Alleen als het dekseltje eraf ligt. Nou, dat moet gewoon niet mogen. Dus die moet ik zo ook even dan nog aanvegen. Dus dat is even een extra klusje. En dan straks de douche gewoon even heel goed schoonmaken. Ze vertelden me wel dat de coronaregels in werking zijn. Dus dat je niet te dichtbij mag komen. Ook koffie zouden ze niet aannemen, mocht je dat aanbieden. Nou ja, handgeven mocht natuurlijk al niet. Dus die komen morgen tussen 1:30 en 2:30. En dan is het hopelijk, hopelijk dat ze er wat aan kunnen doen. Dus dat was eigenlijk een beetje vervelend. Ik heb gisteravond wel naar Kopen zonder Kijken gekeken. Was wel gewoon weer een mooie uitzending. We hadden dan mijn dodder gekeken. Was op zich leuk. Maar ik vond het ook wel een beetje heel erg erover. Maar goed, dat is gewoon het programma. Maar het was op zich wel leuk om naar te kijken. Dus dat heb ik allemaal wel gedaan. Ik heb de Navina Unite 42 gekeken. En Rex. Dus dat was verder mijn avond. Dat was verder prima. Al mijn afspraken voor de komende tijd zijn gecanceld. Ik heb geen therapie. Dat is afgezegd. Ik zou donderdag een afspraak hebben. Die is ook al gecanceld. En ik had er een beetje rekening mee gehouden. Die gaat nu telefonisch plaatsvinden. Word ik nog eventjes verder contact over hebben. Want ik heb daar nog geen reactie op. Ik moet eigenlijk nog met Coolblue bellen. Want ik heb ze van het weekend nog even gebeld over die borstel. Want ik zou een mailtje krijgen die ik niet had gehad. Dus ik zei ja, ik zou een mailtje krijgen. Die heb ik niet meer gehad. Als ik eigenlijk gisteren om 5:00 niks had gehoord, moest ik ze bellen. Nou, dat ben ik dus door alle commotie gisteren vergeten. Dus die moet ik straks ook nog even bellen. En voor de rest ga ik dus zometeen de kattenbak doen, de douche en de gang. En het is dus alle de week van de grote schoonmaak. Maar nu vind ik het ook wel heel erg lekker. Want bij zo'n overstroming zie je ineens hoeveel stof er vrijkomt. Het is echt verschrikkelijk. Ik wist niet dat je zoveel stof kon hebben. Nou, ik had dus heel veel stof. Dus dat was echt niet tof. Dus ja, dat. En dan hopelijk dat het morgen niet al te lang duurt. En dat het allemaal opgelost wordt. Dus dat zou fijn zijn. Het is nu allemaal natuurlijk ook nog best wel heftig. Hè? Gisteren is er een persconferentie geweest met Mark Rutte en ja, allemaal dingen nog weer. Ik heb hem niet helemaal gevolgd, maar de uitzendingen van het nieuws die duren lang. Dus ja, ik heb het op een gegeven moment, ik heb het wel een beetje gezien. Ik ga ervan uit dat zelfs straks, ik weet nu dat het EK is uitgesteld naar volgend jaar. Ik denk dat er gewoon, nou ja, de Passion is natuurlijk al afgelast. Ik denk dat het Eurovision Festival ook nog wordt afgelast. Ik weet dat Koningsdag in Maastricht niet doorgaat. Daar komen de koning en koningin sowieso niet heen. Dus ja, het is gewoon allemaal even afwachten hoe lang dit duurt. En ja, ik ben vooral ook wel bang voor de oudere mensen. Vooral als ze nog wel een beetje op pad kunnen. Ja, ze willen ook niet de hele dag binnen zitten. Helemaal niet nu het weer wat mooier is. Dat vind ik allemaal best wel eng. Van ja, is het allemaal verantwoord? Maar ja, je kunt ook niet van die mensen vragen om alleen maar binnen te blijven zitten. Dus dat is allemaal wel een dingetje. Ik ga eventjes mijn kaartje legen. Dan ga ik eventjes eerst mijn balkon aanvegen. En dan zal ik straks eventjes jullie gewoon erbij zetten. Zoals elke week. Dus dat is voor nu gewoon even de planning. Dus ik ga even de muziekje aanzetten. En dan ga ik daarmee beginnen.
klaar. Jippie. De katten hebben gegeten. Nou, mijn douche is helemaal schoon. Er is niks meer te zien van het waterbelet. En hopelijk gaat het straks dus goed met douchen. Dat is nu wel een beetje spannend. Onder mijn bed was ook alles opgedroogd. Ik heb de handdoeken weggehaald. Die zet ik straks nog even aan. Want het is nu een hele volle machine met al die gekleurde handdoeken. Maar je moet gedraaid. Want ik heb hier nu wel witte handdoeken. Maar die zijn al wel redelijk droog. Dus ik heb nog wel handdoeken. Maar ik heb het liefst gewoon voldoende handdoeken schoon. En hoe langer je het laat liggen, hoe meer het gaat stinken. Dus die ga lekker de machine in. Ik heb ook eventjes wat chloor in mijn wasmand gegooid. Want die stonk ook behoorlijk. Er lag een hele plas in van die handdoeken. Dus die is ook weer schoon. En wc weer lekker schoon, alles is lekker schoon, dus heel fijn. Vanavond kijk ik sowieso het programma van Frans Bauer. Ik weet alleen niet wat erachter... Oh, volgens mij is dat iets met die dokters. Nee, dat vind ik niet zo leuk. Daarna weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga kijken. Moet ik eventjes zien wat daarna er nog op is en wat ik eventueel kan gaan kijken. Uiteraard kijk ik Unite 42 en Rex. En ik heb ook mijn groente al afgehaald. Dus vanavond lekker straks douchen en eten. En ik moet ook nog gewoon weer foto's bewerken. Dus ook nog eventjes misschien dat ik de vlog alvast even verder probeer af te maken. Omdat ze nu morgen natuurlijk komen voor mijn douche en mijn balkon. Dus dan kan ik het even, dan als die af is, dan kan ik, als ik klaar ben met schoonmaken, hoef ik niks meer. Dan kan ik eventueel nog even bullet journalen, mocht het allemaal zo lopen. Ik zal jullie mijn balkon even laten zien, want die ziet er weer spik en span uit, vind ik zelf. Dat was ook echt wel even nodig. Jullie hebben het gelukkig niet gezien hoe het eruit zag. Maar het ziet er nu weer zo uit. Ik kon even niet praten, want er liepen allemaal mensen buiten. Het was een beetje awkward. Er stond buiten eentje te roken. En volgens mij liep er aan de overkant ook iemand buiten. Maar zo ziet mijn balkon er nu uit. Ik ga nu nog even lekker relaxen, want daar ben ik aan toe. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik denk dat deze week ook wederom niet zo heel interessant zal zijn. Maar ga er maar vanuit dat de komende tijd even weinig uitjes zullen plaatsvinden. Ik heb nog wel wat dingetjes staan die we nu waarschijnlijk nog wel kunnen uitvoeren. Maar er zijn ook wat uitjes die waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Dus ga er maar vanuit dat de komende weken even gewoon heel basic in huis zal zijn. En niet heel bijzonder. Maar daar kan ik nu ook even niks aan doen. Omdat het natuurlijk nu met corona allemaal wat moeilijker is. Ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En je kunt je natuurlijk gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. En dan kun je het belletje aanzetten. Zou ik heel leuk vinden, want dan help je mij ook om weer te groeien op YouTube. En dat zou ik gewoon super leuk vinden. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!